natuurlijk een bijzonder groot genoegen en een eer voor mij om hier vandaag in Rotterdam aanwezig te mogen zijn. Eigenlijk voor twee redenen zou ik zeggen. Eerst en vooral om het organisatiecomité van het CHIO Rotterdam te feliciteren met de toewijzing van de Europese kampioenschappen in 2019. Europese kampioenschappen die belangrijk zullen zijn voor een aantal landen, omdat we toch verwachten dat zij op een of andere manier een kwalificatie zullen zijn voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Maar ook natuurlijk omdat we hier zijn in de thuisstad van onze goede vriend, zaliger Jacques Chauffour, die enorm veel betekend heeft voor Rotterdam, voor het CHIO. Maar die ook persoonlijk een hele goede vriend was van mij. We woonden op een steenworp van elkaar en hebben elkaar door misschien 20, 25 jaar zeer regelmatig ontmoet op belangrijke internationale bijeenkomsten. Dus ik denk dat het Jacques enorm zou plezieren om te zien dat het CHIO dit belangrijke Europees kampioenschap toegewezen heeft gekregen. En ik zou het organisatiecomité langs deze weg namens mezelf, maar ook namens de FEI, bijzonder veel succes willen toewensen met dit EK.